Bij Philips Healthcare, medische producten, in Best, doen 21 mensen mee aan het werkervaringsproject. Zoals Dini Simons uit Veldhoven. Ze zat maanden werkloos op de bank. Bij Philips kreeg ze een opleiding en nu maakt ze schakelaars. Voor haar was dit dé kans, want anders was het... Van het ene uitzendbureau naar het andere uitzendbureau, denk ik. Andere plek is gewoon werken, werken, werken. En hier heb je de kans om nog van alles te leren. De deelnemers kunnen op allerlei niveaus ervaring opdoen. Tot aan universitair geschoold werk toe. Een jaar lang mogen ze er werken en een opleiding volgen. En dat allemaal onder begeleiding van een mentor. Ze verdienen het minimumloon. Philips wil met het project zijn sociale gezicht laten zien. Je kunt die mensen ook wel, zal ik zeggen, altijd maar thuis laten en zal ik zeggen, laten verkommeren. Maar ik denk met het stukje opleiding dat wij nu doen, dat het toch wel heel positief is dat die mensen toch in de arbeidsmarkt dadelijk toch nuttig worden. Deze maand viert het bedrijf dat het project 25 jaar loopt. En met succes. Want 70% vindt naderhand een vaste baan. Hoe ziet uw ideaal plaatje eruit als het gaat om de toekomst van dit werkgelegenheidsplan? Dan zou het ideaal plaatje zijn dat de overheid dit heeft opgevat als een plan. Wat eigenlijk in Nederland ook aan de overheidskant heel breed ingezet kan worden. En dat van daaruit ook bedrijfsleven dit initiatief overnemen en op hun eigen wijze daar invulling aan kan geven. Hoe doet Dini het? Geweldig. En ik denk ook dat zij binnenkort een baan krijgt.